Fabian Cancellara. De ondernemende figuur in de finale. Kom aan, Gerrans, pak even over of het wordt link, hoor. Maar hij pokert, hij is zo cool, Gerrans. Hij blijft in dat wiel zitten en Cancellara die moet blijven geven, want die weet als ik het niet doe, dan hebben we niks. Nibali blijft zitten, want die weet dat Sagan er hier aankomt. Die is de meester van dat tactische spel, nog 1 kilometer. Het gaat tussen deze drie. Maar met Nibali hoef je in principe in de sprint geen rekening te houden. Want dat is sprintgewijs een strijkijzer, tenzij je nu op de verrassing speelt. Ja. Kijk, Cancellara heeft zichzelf die paar seconden gekocht, maar hij kan ze niet benutten, want ze zijn daar toch al. Kijk, Tom, weet dat hij vol moet blijven gaan. En Gerrans, die speelt het cool. Die weet dat die sterke Zwitser niet zal inhouden. Oh, lala. Wat komen ze dicht. En ik zie dat daar komen ze nu op de Italo Calvini. We gaan stilletjes aan naar de laatste rechte lijn. Even inhouden is dodelijk nu, hè. Gerrans zit in een uitstekende positie om Milan-San Remo te winnen. Maar Cancellara gaat nu ook een beetje krachten opdoen. Cancellara gaat een klein beetje bijtanken. Wat doet Degenkolb? Degenkolb die sprint daar van achteruit om er toch nog bij te geraken. Maar dat gaat niet meer lukken. Dat gaat niet meer lukken. Hier wordt de sprint afgewerkt door Gerrans. Het is Gerrans die Milan-San Remo wint voor Cancellara. Gerrans, tweede Australiër op rij. Hij zo na miste de rij de aankomst. Cancellara, tweede jaar op rij, tweede. Tweede. En Gerrans beloond voor zijn cool. Voor zijn pokerkwaliteiten. En Cancellara liet zich pramen, maar had ook geen keuze. Hier komt Bonepas. Het is toch niet zo goed als we dat ingeschat hadden. Maar IJzona miste de draai hier de aankomst van Gerrans. En Cancellara heeft alles wat hij in zich had gegeven. En koopt daar voor de tweede keer op rij een tweede plek voor. Hij had net iets meer seconden nodig. Er is nog een valpartij geweest. Hij had net iets meer seconden. Daar ligt iemand van Omega Pharma Quickstep. En die ligt daar vreemd. Ja. Had net iets meer seconden nodig om in die spurt nog even de benen te kunnen stilhouden. In die laatste kilometer. Maar die had hij niet. Gerrans heeft het met een enorme cool gespeeld. 1 keer overgenomen, 1 keer een daad van goede wil laten zien. En voor de rest blijven plakken. Daar kwam de druk van achteren uit. En dan Cancellara die daar de sprint aanzet. Wellicht op de verrassing wilde spelen. Maar dan kijk, zie hoe blits, hoe flitsend de reactie is van Gerrans. En die gaat er dan over in wind van timing gesproken. Perfect. Gerrans 1, Cancellara 2, Nibali 3, Sagan 4, Degenkolb 5. Pozzato 6, Freire 7, Balan 8, Os 9 en Benatti 10.